De gemeente Lopik en Duurzaam Lopikerwaard voeren in uw wijk een actie gericht op vermindering van het energieverbruik en daarmee een verlaging van uw energierekening. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de isolatiemogelijkheden specifiek voor uw woningtype. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Redi Advies uit Linschoten. Het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd op deze website. We spraken nog even met Erik-Jan Haaghoort van het adviesbureau. Wat is nou een hele korte klap om energievoordeel te behalen? Nou, de grootste klap bij dit soort huizen is om de spouwmuur te isoleren. Dat geeft het minste overlast. Ze komen langs, ze boren wat gaten in je buitenmuur, blazen vol met isolatie en dat is het. Dan is je huis goed geïsoleerd. Goed geïsoleerd. Ik heb ook wel eens gehoord dat om in de kruipruimte materiaal te stoppen, schelpen, ja. Korrels. Kan je daar wat over vertellen? Ja, uiteindelijk, ik zeg al, het beste om te isoleren is gewoon om je huis in te pakken. Dus ook isolatie aan te brengen onder je vloer. Dus zo dicht mogelijk tegen je vloer aan. Als dat niet mogelijk is, dan is een optie om de kruipruimte vol te stoppen met schelpen. Bijkomend voordeel is dat die schelpen nemen het vocht op uit de grond. En die geven het langzaam af. Dus de lucht in je kruipruimte wordt stabieler. En minder koud. Minder schommeling. We hebben hoog rendement, of hoe heet dat, HR, dubbel glas, plus plus. Je hebt zelfs een triple inmiddels. Dat zijn forse bedragen die daarmee gemoeid zijn. Ja. Kan je daar wat op inzoomen? Ja, nou, de insteek is altijd een beetje realistisch. Op het moment dat er enkel glas zit en je gaat glas vervangen, dan zou ik gaan voor H++ glas. Die triple glas is ook goed. Dat is het beste wat er is, triple. Maar ook verschrikkelijk dik. Dus de kans dat je die in de bestaande kozijnen kan doen, is meestal niet aanwezig. Dus dan moet je ook gelijk nieuwe kozijnen plaatsen. Dus dat wordt een duurdere optie. Op het moment dat je enkel glas hebt en je gaat dan naar H++ glas, kan het heel vaak in de bestaande kozijnen. Dus dat is een goedkopere optie en dan ga je flink wat besparen. Op het moment dat je dubbel glas hebt, dan zeg ik altijd laat het even zitten totdat het kapot gaat. Want de besparing ten opzichte van HR ten opzichte van dubbel glas is minimaal. De eerste wel, maar niet echt groot. Er is nogal veel aandacht voor het waterzijdig inregelen van je cv-installatie. Ja. Ben je daarmee bekend uiteraard, maar het is nogal een ingreep. En er zijn er heel weinig techneuten of installateurs die er vertrouwd mee zijn die het überhaupt kennen of er wel eens van gehoord hebben. Kan je daar wat over duiden? Ja, nou, daar ben ik niet. Ik heb het van horen zeggen. Waterzijdig inregelen is het juist instellen van de radiatoren. Dus dat elke radiator in je woning, dus op de begane grond, op de verdieping, op zolder, allemaal evenveel water krijgen om warm genoeg te worden. Wat heel vaak gebeurt is dat als er een nieuwe cv-ketel geplaatst wordt, dan halen ze de oude van de muur af, plaatsen de nieuwe en dat is het. Wat dan kan gebeuren is dat de ketel of de radiator die het verst van de ketel afstaat, dat die het minste warme water krijgt, omdat het warme water al door de rest van de ketel van de radiatoren is opgenomen. En dat waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat elke radiator evenveel warm water krijgt, zodat het zo snel mogelijk warm wordt. Ja, er schijnen forse besparingen mee behaald te kunnen worden. Absoluut. Hoeveel is dat? Even op jaarbasis gezien. Kun je een bedrag al hebben? Nee, dat is afhankelijk van je gasverbruik en hoeveel je stookt. Wij hebben nu ook een actie lopen, ik geloof dat dat landelijk ingegeven is, zet hem op 60, ja. 60 graden voor de ketel. Waarom, als dat zo voordelig is, waarom doen de installateurs niet op het moment dat ze hem ophangen? Installateurs het is vaak onwetendheid, zelfs met waterzijdig inregelen. De standaard instelling is 90-70 voor normale radiatoren. Voor vloerverwarming ga je al naar 45-40 graden. De meeste woningen staan echter op 90-70. Maar dat is nog ingegeven vanuit de oudere cv-ketels. De nieuwere cv-ketels, hoog rendement, die gedijen juist als die temperatuur wat lager
uitgaat en dan weer wat iets hoger inkomt, dan krijg je dat hij gaat condenseren. En ja, dat zijn condensatieketels. En dan gaan ze weer die warmte terugwinnen en dan gaan ze rendement maken. De meeste HR107 ketels halen het rendement niet omdat ze verkeerd zijn ingesteld. Ja, en het schijnt makkelijk te zijn. Iedereen kan dat bij wijze van spreken zelf. Ik heb toevallig ook een linkje gezien op internet. En via Urgenda kom je bij een YouTube filmpje. Nou, er wordt stap voor stap uitgelegd. Je kan eventueel een handleiding van je ketel opvragen. En dan kan je je ketel naar 60 graden zetten. Het lastige van energie besparen is, er zijn hele mooie modellen. En we kunnen wat zeggen van wat de potentie van een huis is om energie te besparen. Maar uiteindelijk gaat het om gebruiksgedrag. Je kan in een heel goed huis wonen, maar altijd verschrikkelijk koud zijn en die verwarming heel hoog hebben staan, dan verbruik je verschrikkelijk veel. Of in een huis wat door en door tocht, je bent eraan gewend, je loopt altijd een dikke trui en dan kan je nog een verbruik hebben wat eigenlijk gasverbruik van niks. Het is ook heel afhankelijk van de bewoners. Ja, gedrag. Gedrag. En dat is eigenlijk een van de grote dingen die we met z'n allen moeten aanpassen. Ten eerste, de quick wins, dus het huis isoleren. Dus zorgen dat je huis een goede jas heeft. En ook je gedrag aanpassen. Want dat zijn gewoon echt de grote brengers. Waar we ook nog een actie op gevoerd hebben, dat loopt trouwens nog, is sedumdaken. Dan kan je dat op je woning, denk ik, wat moeilijk doen. Tenzij je plat dak hebt, geldt niet voor deze woning. Op helder dak kan het ook. Dat kan op een helder dak ook. Want is dat het sedumdak, je moet natuurlijk wel goed isoleren eronder, ook je dak. Het sedumdak, het absorbeert water, dus het vangt water op, wat weer goed is voor het milieu. Ja. Dus het houdt ook regenwater vast en het zorgt voor extra koeling. Want omdat het water vasthoudt, op het moment dat het warm wordt, dan gaat het eerst water verdampen. En dat koelt weer, dus je woning wordt minder gauw warm. Nog een bijkomend voordeel van een sedumdak is, op het moment dat je zonnepanelen eroverheen legt, dan worden die zonnepanelen minder warm. Dus als je op een plat dak sedum legt en daar zet je de zonnepanelen bovenop. Want in de zomer, als die zonnepanelen te warm worden, dan gaan ze minder energie opleveren omdat ze te warm zijn. Dus op het moment dat je een sedumdak eronder hebt liggen, dan geeft dat wat koelte af, zodat die zonnepanelen koeler blijven en dus beter rendement blijven leveren het hele jaar door. De ventilatieboxen die in huizen aanwezig zijn, wat kunnen we daar nog mee? Nou ja, de meeste ventilatieboxen zijn geplaatst vanuit de bouw. En als het voor jaren 90, een half jaren 90 is, dan is de grote kans dat het een wisselstroombox is. En tegenwoordig hebben ze gelijkstroomboxen. Die zijn veel energiezuiniger. De kosten vallen ook wel mee voor een paar honderd euro. Je kan makkelijk plaatsen, dus de oude box eraf tillen en een nieuwe erin schuiven. Ja, en dan ga je gewoon al besparen. Je hebt met een jaar of 4, 5 zo'n beetje terugverdiend. Kan je dat aan? 150 adviezen in korte tijd? Nou ja, 150. Kijk, als het heel veel dezelfde woningen zijn, dan moeten we een andere aanpak gaan doen. Dan moeten we gewoon eigenlijk wijkgericht gaan aanpakken. Kijk, in het advies staan natuurlijk ook de quick wins, zoals gezegd. De spouwisolatie, vloerisolatie en enkel of dubbel glas vervangen. Maar uiteindelijk, we moeten met z'n allen grotere stappen gaan maken. Dus het mooiste zou zijn als we gewoon een hele straat of een hele wijk in één keer gereed maken om zo bijna gasloos te gaan leven. En dat kan je eigenlijk alleen maar op wijk-straatniveau. Dus dan moet je ook gewoon echt drastisch stappen. En uiteindelijk als je het met z'n allen doet, dan zijn de kosten ook minder. En de uitstraling blijft hetzelfde en je huis wordt gewoon weer 30 jaar voor in de tijd gezet.